Voor deze pizza tonijn beginnen we eerst met het aanfruiten van de uien in hete olie. Dat doen we 2 à 3 minuten, dan zijn ze een beetje gaar geworden. Dan kun je al verder gaan met het beleggen van de pizza, als je de bodem natuurlijk hebt gekocht. En anders pak je de bol pizzadeeg. Je kunt op de site zien hoe je pizzadeeg moet maken. Dan doe je dat langzaam uit elkaar, totdat je een platte bodem krijgt. Zo dun mogelijk, 2 à 3 mm. Dan leg je die pizzabodem op bakpapier. Dan gaat er pizzola saus overheen. Dan heb je daar geen tijd voor om dat te maken. Leng dan gewoon wat tomatenpuree aan met een beetje water. Dat is een makkelijke variant. Dan leg je daar de tonijn uit blik bij. Heb je goed uit laten lekken natuurlijk. Liefst op oliebasis. Dan gaan de uien eroverheen. Kappertjes. Klein beetje oregano. Gedroogd. En dan dikke plakken mozzarella. Wat verse basilicum en dan bak je de pizza af op 200 graden gedurende 20 minuten. Eet smakelijk!